Lekker. Oh, what's up mensen van de Golden Matties? Ik ben Danian en ik ben hier weer met een nieuwe vlog. Ja, en ja, ik ben zoals gewoonlijk weer op een fiets. Ja, gewoonlijk. De laatste tijd ben ik vaak met de bus. Maar het is nu mooi weer, dus ja, dan ga ik maar even op de fiets. Eigenlijk moest het van mijn moeder, maar oké. Ik snap het ook wel, het kost mijn moeder ook handen vol geld, zoals zij het zegt. Dus ja, maar in ieder geval, onderweg naar school, alweer. En het is 8:08. Kwart over moet ik eigenlijk in. Ja, ik was de tijd een beetje vergeten. En ik had ook niet zo zin om van bed af te komen. Dus wacht, volgens mij zien jullie mij niet zo goed door de zon. Zo zien jullie mij volgens mij beter. Dat was een beetje irritant vlaggen zo. Oké. Er komt een auto aan. Het is een beetje awkward als ik aan het filmen ben. Dus ik dacht vast als ik een map of zo op mijn telefoon had. Ik weet niet. Maar in ieder geval, hij is alweer weg. Dus ik denk dat ik gewoon zo wel even een beetje door blijf filmen. Waarom ook niet. Oh ja, mijn fiets is trouwens naar de fietsenmaker geweest. Was namelijk van alles stuk. Heeft mijn moeder ook weer handen vol geld gekost natuurlijk. In ieder geval een nieuwe rem. Een nieuw padbord. De camera moet niet uit mijn handen vallen natuurlijk. Ik heb een nieuw achterwiel, maar dat laat ik maar niet zien, want dat is al helemaal gevaarlijk. En een nieuw achterlicht, want die was ook nogal stuk. En dus mijn fiets is weer klaar om op gefietst te worden door mij dus. En dat is het eigenlijk wel een beetje. Oh ja, ik moest vandaag trouwens muziek, een muziekstukje klaar hebben voor iets van dansen op school of zo, want dat hebben we in ieder geval. Maar en ik moest de muziek maken, maar ik heb de muziek niet gemaakt. Mijn groepje wordt nu nogal boos. Ik heb het eigenlijk al tegen ze gezegd, ze waren eigenlijk best wel pist. We zijn sowieso fucked, dus ja. Maar ja, ik had er gisteren sowieso geen zin in, want ik had verrekte veel koppijn. En ik voelde me ook fucking moe, dus dat werd hem gewoon niet. Ja, ik kijk telkens even achterom of er ook een auto aankomt of een andere fietser. Ja, dan zou dat een beetje awkward zijn. En ik ben nu bijna bij Zondel, dus ik moet nu eigenlijk wel stoppen met filmen. Maar de rest van de dag gewoon een beetje op school. Thuis, niet zoveel bijzonders. En gewoon zo een beetje. Maar ik zie jullie zo wel weer. Fiets terug naar huis. Wat hard. En ik heb nu tegenwind. Leuk. Maar ik heb de hele dag verder nog niet gevlogd. Nou ja, alleen vanmorgen dus. En school. Verder gewoon normaal. Maar we moeten vandaag ook iets repeteren. Je snapt wel, repeteren of zo. Ja, ik kan niet zo goed denken als ik buiten adem ben. Oh god. Maar in ieder geval, we moeten dus oefenen voor dat dansgebeuren wat wij morgen hebben.
En ja, er komt een auto aan. Yo, dat was ik alweer. Die auto is nu al lang voorbij. En ja, dan gaan we nu in de harde wind. Dat is fantastisch, joh. Oh, niet normaal. Maar we moesten dus oefenen voor dat dans gebeuren. Het waait nu nogal hard, dus jullie kunnen mij zeker wat slechter verstaan. Ja, dat is verder wel goed gegaan. Heel veel dingen, nieuwe dingen bij geleerd. En ja, nu alleen de muziek nog. We proberen nu de muziek te maken, dat groepje van mij. Er komt weer een auto aan. Zo, die auto is ook alweer voorbij. Oh. Maar in ieder geval, mijn groepje probeert nu de muziek te maken. En ja, als het hun niet lukt, dan vragen ze aan mij of ik het toch wil doen. En ja, ik denk dat het nu verder wel goed komt. Dus ja, helemaal top. Ik zie een kat lopen. Ja, sorry, daar liep een man zo net. Maar ik denk dat het wel goed komt. En ja, dat wordt nu dus verder fietsen naar alleen maar toe. Ja, ik weet. Sommigen denken nu aan een kutliedje. In ieder geval, ik kom nu bij de grote weg, dus ik stop hem weer even met filmen. Nee. Yo, what's up? En toen zat ik alweer in het hok. ja, ik begin een beetje ziek te worden. Maar ja, was een leuke dag verder. Jullie zagen mij zo net in de harde wind. Was echt niet leuk. Ja, nou ja, morgen waait het een beetje minder. Maar het waait nog steeds op zich best nog wel hard, vind ik. En ja. Ja, ik ben nu verder klaar. Ik zal nog even mijn drinken opdrinken. Lekkere limonade. Want ja, ijzer vind ik hartstikke lekker, maar ja, dat koopt mijn moeder niet. Er zitten veel zoetstoffen in of zo. En dat, nou, dat is niet goed voor je tanden of zoiets. Maar nou en. Nou ja, limonade is ook lekker toch? Lekker. Ja. Ik vlog zo meteen boven nog wel even. Dus ja, tot zo. Yo, en toen was ik alweer in mijn room. Gordijntje, heel erg mooi. Ik ben hier ook samen. En met mijn kat Cosmo. Oh, de schaduw van de vlogcamera. Maar ja, mijn kat die ligt daar alvast lekker. Dan gaan we lekker samen slapen. Doen we altijd gewoon. Hè? Ja. Cosmo, dat is zijn naam voor de mensen die het nog niet wisten. Maar godverdomme, waar moet je je altijd wassen op de camera? Waarom? Kun je dat even een andere keer doen, alsjeblieft? Alsjeblieft. Nee, stop. Stop. Nee, alsjeblieft. Nee. Waarom? Altijd in mijn vlogs, hè? Wat de hel. Maar ja. Morgen. Ik heb het al eerder in deze vlog gezegd, maar ik zeg het voor het zeker nog wel. Morgen hebben we dus dat dansgebeuren van school. Van acro en zo. En ja, ik heb eigenlijk best nog wel een beetje kriebeltjes in mijn buik. Ja. Dus ja. In ieder geval. Ja, ik denk dat ik nu deze vlog maar moet afsluiten. Oh, nog iets heel belangrijks. Nee, het is geen scheet of zo. En ook geen boer. Of iets anders. Ik hoor Wouter. Het is niet zo goed. Er is ergens in de buurt een ongeluk gebeurd.
Maar dat wil ik niet zeggen. Wij hebben gewoon op ons kanaal al over de 50 abonnees gehaald. En ik heb ooit gezegd, vroeger in een paar andere video's van... als we de 50 abonnees zouden halen, doen wij een special. Maar ik moet nog even met Jeroen overleggen wanneer we precies die special gaan doen. Maar ja, het is inderdaad over de 50 abonnees. Maar jullie jongens hebben gewoon het even snel gewerkt naar de 60 abonnees. Holy shit, jongens. Niet normaal. Nou ja, ik weet sowieso wel zeker weten, als we weer bij de 100 abonnees zijn, nou ja, niet weer, maar als we bij de 100 abonnees zijn, dan, dan doen Jeroen en ik sowieso nog een special. We moeten nog even overleggen welke special we gaan doen voor de 50 subs. Oh shit, mijn batterij is bijna leeg. Nog shit. 15%. Maar ik heb hier mijn lader naast me. Dus dat wou ik gewoon even zeggen. Ik vind het echt awesome. Echt niet normaal. En ik ben nu ook gewoon heel trots op mezelf. Nou ja, niet eigenwijzig of zo bedoeld. Maar ik ben gewoon echt trots op mezelf. Dat ik gewoon al zulk aantal heb. Daar ben ik zelf al blij mee. Nou ja, ik kom nog niet in de ranglijst van de beste Nederlandse YouTubers. Maar met de 60 ben ik nu ook al blij. En als we gewoon meer krijgen, ja, word ik helemaal gek gewoon. In ieder geval, hopelijk vonden jullie dit dus een leuk vlog. Laat dan een duimpje omhoog achter. Laat ook iets achter hieronder in de reacties van wat je van deze video vond of wat je van andere video's vindt. En op naar de 100 subs gewoon. Dus ik ben Daniel van der Rollematties en ik zie jullie later.